Vanaf 1969 tot nu toe scoort Corrie Konings veel hits in de Nederlandse hitparade. Ze is daarom met recht een van de grootste artiesten van eigen bodem. We gaan vandaag terug in de tijd naar Corrie's hit uit 1972, Igorowicz. Corrie haar single, Ik krijg een heel apart gevoel van binnen, in 1976 bleef maar liefst 9 weken in de hitlijsten hangen. Dat dit een grote hit was, blijkt jaren later nog wel. Zo gaat het publiek tijdens het grootste muziekfeest in Nederland in 2007 nog steeds uit zijn dak. In duetten scoorde Corrie Konings goed. Zo ook met de single Ik wil altijd bij jou zijn, die zij in 1986 opnam met Koos Alberts. Kijk mee naar het optreden tijdens het trotsprogramma De Grote Clubshow in 1986. Dat was de Throwback Thursday voor deze week. Kijk je volgende week weer mee, dan is deze plaats voor Jan Smit. Tot volgende week! Stay.